opent haar deuren. Achter de schermen bij Nederlands Trots. Nu in Vliegende Hollanders. Deze week in Vliegende Hollanders. Een passagier wil roken tijdens de vlucht. Catering supervisor William van Breda keurt vliegtuigmaaltijden op smaak. Met minder gaan. De cabin attendants in opleiding arriveren in New York. Op de vlucht naar Caracas helpt gate agent Nathalie Hazenberg een aantal reizigers die op de wachtlijst staan. We don't have to No, that's correct. No, I'm still working on it. Because we have to work tomorrow. Yeah, I understand. You can just take a seat. I will call your name. I am medical doctor and she's from the press. Yeah, okay. No, I understand. Everyone wants to go. But just take a seat. I will call you as soon as possible. Attendants in opleiding zijn onderweg naar New York. Voor André IJsden is dit de vuurdoop. Het is zijn eerste intercontinentale trainingsvlucht. Animal attendant Shira van der Woensel werkt achter in het toestel, in de vrachtruimte. Er gaan op deze vlucht 15 paarden mee, een uitzonderlijk groot aantal. Deze ook nog. Passagier Dayangos. Passagier Dayangos. Maria Dayangos. Demetrios Yangos. No, Demetrio. Passenger Kiel Arkes. Hoe is dit nou? Passenger Ziyangos. Ja, viste que lo habían roto. Ja, Sara Leon. Ja, Gudel Montoya. Wekelijks worden de maaltijden voor de vluchten op smaak, inhoud en uiterlijk getest. Samen met de leveranciers neemt supervisor catering William van Breda steekproefsgewijs de menu's door. We hebben dus heel veel opmerkingen gehad. En de ene groep passagiers vindt het dus heel lekker. Ja. En de andere groep vindt het dus niet zo lekker. Ja, heb je specifieke opmerkingen? Nou, mensen vinden dat het er niet mooi uitziet. Dus uitstraling? Ja, uitstraling, omdat ze gewoon niet weten wat het is. En ik denk dat de bemanning ook heel vaak niet weet wat het is. Maar je communiceert niet via een menukaartje, middels een menukaartje naar de passagiers toe? Nee, op de overvluchten niet. Nee. Okay. Dus dan is het feitelijk, wat je nu zegt, is dat het een beetje onherkenbaar is en daarvoor zijn de klachten. Ja, prima, dankjewel. Oké, tot zo. Nathalie Hazenberg is bezig met de afronding van de vlucht. Alle passagiers zijn aan boord. Het is nu alleen nog een kwestie van formaliteiten. Ja. Ik heb papieren voor je. Oh, nou en hoe lang zou... Joep, met Nathalie, ik heb nog een stuk handbagage wat enorm groot was hier op het laatste moment aan de gate. Mag ik die nog onderaan de trap neerzetten? Oké, bedankt. Wat was er met de kaas, Nico, de vorige keer? De vorige keer hadden ze tijdens de opdek niet goed gekeken naar wat er wel en niet opgedekt moest worden. Dat houdt in met een... gatenkaas, dat er gekeken moet worden dat er niet alleen maar kaas met gaten opgedekt wordt, zodat je onder het gewicht zit. Dat soort stukjes zitten wel in de partij, maar die dienen tijdens opdek er uitgehaald te worden. Ja, nou is het een groot stuk hoor. Dus nu dammer, ja. Dat smaakt ook nu dammer. En met minder gaten. Dat zit. Minder gaten. Minder gaten. Minder gaten, meer kaas. Oké, verder ziet het er goed uit. Ziet er goed uit. Animal attendant Gira van der Woensel geeft veel aandacht aan de dieren. Dat houdt ze rustig tijdens de lange vlucht. Cabin attendant in opleiding Amber Hanema is bezig na 4 weken cursus het geleerde in de praktijk te brengen. Het uitserveren gaat volgens een strikt schema. De vlucht naar Caracas staat klaar voor vertrek, maar Nathalie Hazenberg moet op de valreep nog een zware koffer afgeven. Joep? Ik heb hier de papieren. Ja. Joep, de tas die staat boven aan de trap, hij is loodzwaar, dus
Als je het niet erg vindt, laat ik hem even bovenaan staan. Dank je. Oh, wat een probleem. Wat? Die gozer met die sigaret, die wil eraf. Dat hij wil roken. Niet kan roken, dan wil hij er nu af. Heeft nou, bagage, dus ze wordt redding. Ik zal hem even, ik ga hem eventjes, want hij wil dus echt niet mee, of... Als je de salade op zich wat herkenbaar zou maken, zeg vanuit, ik ga specifiek die eend niet in die kleine stukjes doen. Gewoon stukjes eend, slijsjes. Dat de eend op zich herkenbaar is, dan misschien denk wat weghalen. Denk je daar wel mee kunt? Ik denk dat er de salade niet overblijft. Het is nu op zich een salade, ja. Maar de hoofdmoot is de eend die erin zit. Ja. De flageolet... En de cranberries zijn wat minder op de achtergrond, dus er blijft weinig van de salade over. Ja. Maar mijn vragen zijn de opmerkingen en klachten zo dusdanig dat we een switch moeten maken? Ik ben ze nog aan het onderzoeken, omdat ik nog niet weet hoeveel dat het er totaal zijn. Okay. Maar toevallig zag ik er deze week een paar. Ja, oké. Okay. Dus, nou, wat verstandig lijkt is even te monitoren of er blijft, of die klachten blijven en in hoeverre die klachten komen. En dan te kijken inderdaad met een nieuwe cycli wat we dan kunnen doen. Ja. Ja? Cabinetagent in opleiding André Eisden telt de drankvoorraad. De douane in New York wil precies weten wat er aan boord is. Ook de etenswaren moeten verzameld worden. De resten mogen niet ingevoerd worden in de Verenigde Staten. Deze worden bij aankomst vernietigd. Zeg, ik wilde nog vragen, willen jullie het uit? Ja. Ja, ja, want dat is wel... En ik krijg nu zin, want ik heb zo'n... Ja, ze komen eraan. Oei. Ja, en ik blijf hier. Ja. Tot bij. Hallo. You're Mr. Nagy? Yes, you speaking English? Yes. Yes. I understand that you want to smoke on board. Nobody told me that I'm not allowed to smoke. Yeah, it's a non-smoking airline. We do not have any flights with smoking anymore. Nobody told me that. Okay, I understand that you're not going to travel well, there? If I'm not going to smoke, what the fucking fly going to do with it? Okay, then I will have to take you off this flight. You will... Flight now, all these 100 people will be waiting for you. No, what's gonna happen?